De reishorizon van velen werd enorm verbreed door de komst van de PLM. Paris-Lyon-Méditerranée. De trein naar het zonnige zuiden. In het begin maakte je die reis niet in één dag. De stad Dijon lag ongeveer halverwege en had zich voorbereid met een schitterend hotel om de reizigers gepast te kunnen ontvangen. Ook nu is het hotel nog steeds een chic gebeuren. Van hieruit gaan we de stad verkennen. Dat kan met de gratis binnenstadbus. Maar te voet zie je meer. We volgen de route van het Uiltje. Overal in de straat aangebracht. Direct al bij vertrek grappige voorstellingen op de fortuin van de Place d'Arcy. Aan het plein ligt de Darcy tuin, waar we ontvangen worden door een ijsbeer. In 1937 gemaakt door de dierenbeeldhouwer François Pompom. Ingenieur Darcy bouwde op deze plek in 1840 een waterreservoir. In 1880 werd dit park er om en overheen gebouwd. Via een monument te zijner ere is het ondergrondse waterbekken bereikbaar. Draaien we ons om, dan zien we de stad voor ons liggen met als eerste de Porte Guillaume. Een 18e eeuwse triomfboog voor Guillaume de Volpiano, die 7 eeuwen eerder de lokale Benedictijner abdij hervormde. Van hem vind je niets op de poort. Wel een plaquette over Thomas Jefferson, herinnerend aan Frans-Amerikaanse vriendschap. Dijon is wereldberoemd om haar mosterd. Deze winkel heeft tientallen soorten. Centraal in het winkelcentrum staat de markthal, ontworpen door Gustave Eiffel in 1875, maar nog steeds in gebruik. 'S Morgens heel druk, maar vanaf lunchtijd is er niets meer te doen. Even verder vinden we de Notre Dame. De klok is een verhaal apart. Vanaf 1383 stond er alleen een mannetje op. In 1651 kwam er een vrouwtje bij. In 1714 een jongetje en in 1884 een meisje. Jacquemart, Jacqueline, Jacquelinette en Jacquelinette heten ze. Binnen vallen vooral de fraaie 19e eeuwse glas- en loodramen op. Aan de buitenzijde van de kerk vind je de naamgever van de verkenningsroute. Men zegt dat je, als je het uiltje met de linkerhand aanraakt, veel geluk zal hebben. Links is immers de kant van je hart. Nu treffen we naast elkaar een 15e eeuws koopmanshuis en een 17e eeuws hotel, herenhuis. Men maakte hier opname voor de film Cyrano de Bergerac met Gérard Depardieu. Laten we eens rustig een stukje bekijken en vergelijken. Roxane! Alizimon! Bonsoir, Félix Séry. Bonsoir, Parthénoïde, votre chère Uranie. Thank you.
Trouvez-le où qu'il soit. Dites-lui que je veux ce soir même combler le plus doux de mes vœux les beautés qu'il a su depuis 2 jours m'écrire. Je veux tout près de moi me l'entendre les dire. Venez vite. J'y vais. Ne manquez pas ces singes. C'est ce soir ou jamais. Prépare ta mémoire. Le moment est venu de te couvrir de gloire. Quoi? Qu'écris-tu encore? Les mots que tu vas dire. Il va falloir parler. Quoi? Oui. Elle désire te voir enfin de près. Ne perdons pas de temps. Tiens. Voilà le début. Assieds-toi et apprends. Non. Apprends ta leçon. Non, je n'apprendrai rien. Je suis là d'emprunter ces mots qui sont les tiens. Maintenant, je le sais. Oui, je sens qu'elle m'aime. Merci, je n'ai plus peur. Je vais parler moi-même. Ah oui? Et qui te dit que je ne saurais pas? Je ne suis pas si bête à la fin. Tu verras. Oui, mon cher, ton exemple a été profitable. Je saurais parler seul. Et de par tous les diables, je saurais bien toujours la prendre dans mes bras. Parlez tout seul, monsieur. Attends, ne t'en vas pas. Bouge, merveille aux douces filles. Bouge d'un tour si gracieux. Bouge qui dit ce qu'il faut dire. Bouche qui dit moins que les yeux. Pardon, je deviens sot. Et cela me déplaît. Comme il me déplairait que vous devinssiez laid. Mais... Allez rassembler votre éloquence. Her en der verspreid in de stad vind je nog mooie vakwerkhuizen. Dit huis is al 5 eeuwen oud. De Schouwburg is neoclassiek uit het begin van de 19e eeuw. Hij ligt naast het grootste bouwwerk van Dijon, het paleis van de hertogen van Bourgondië. Het halfronde plein voor het paleis werd speciaal als entourage voor een beeld van Lodewijk XIV gemaakt. Het beeld is later omgesmolten voor kanonnen. Het plein is er nog steeds. Nu huisvest het paleis onder andere het stadhuis van Dijon. In de entreehal wordt de burger nog eens gewezen op zijn rechten. Verderop zie je dat hier de architect van Versailles aan het werk is geweest. Een eerdere bewoner, Philips de Goede, vinden we achter het paleis in het hertogenplantsoen. In hedendaagse setting. Aan het plantsoen en ook elders in de stad zijn echauguettes, bespiederstorentjes. Het rechtergedeelte van het paleis herbergt het Museum van Schone Kunsten. Los van de schoonheid van de collectie telt ook de schone architectuur van het gebouw. Terugwandelend naar ons vertrekpunt komen we over de Place François Rude, ook een beroemd beeldhouwer, bijvoorbeeld van de Parijse Arc de Triomphe. Nu staat er moderne kunst op het plein. En wie zit er in het pand bij de arme duvel? Juist. Buurman Galerie Lafayette zit in een fraaier pand. Maar liefst 3 apotheken trekken in de belangrijkste winkelstraat de aandacht. Via deze straat komen we bij de kathedraal Saint-Benigne, genoemd naar de eerste Bourgondische martelaar. Binnen is het een sobere kerk. Mij vallen nog het meest enkele kundig gemaakte beelden op. Dit moet het einde van mijn bezoek zijn.